Hoi, daar ben ik weer met een nieuw filmpje. En raad eens waar ik ben. Ik ben in... Rome! Breda Nu. Je weet het meteen. Hoi, daar ben ik weer met een nieuw filmpje. En raad eens waar ik ben. Ik ben in... Rome! Ik weet niet hoe, ik ga proberen het op camera te krijgen. Ja, dat. Daar. En dat is het Colosseum. En dat is echt heel mooi. En dit is heel Rome. Het is echt snikheet hier. Het is iets van 40 graden of zo. Het is echt niet normaal heet. Ja, super heet hier. We zitten bijna in Vaticaanstad. Dat is een heel mini klein landje waar de paus woont volgens mij. En daar woont hij. Ergens daar in dat koepeltje. Het moment van de waarheid is bijna aangebroken. Hier. Dit is de grenslijn. En we gaan er nu doorheen. En we zijn in Vaticaanstad. Ik ben daar bij het mooie, allermooiste Colosseum. En we gaan er ook gewoon in. En daar ben ik dan. Het is echt heel cool. Kijk maar. Daar is nog één tribune over. Die. En ja, hier konden dus, heb ik net gehoord, 70.000 mensjes in. Gewoon 70.000 mensjes. Dat is wel veel, ja. Heel veel muntjes om te pakken. En nu ben ik opeens in Indonesië. Huisje, een boot, natuurlijk een gezichtje, een vrouw, een man, nog een pizza ding. Echt super grappig. Ja, pizza, Italië. Als je zegt Italië, denk je gelijk aan pizza. Dus ja, zo grappig. Van die figuurtjes pizza. Grappig. Oké, mensen, we zijn een beetje aan het rondlopen. We zijn net, we hebben net lekker gegeten. En dit is echt het smalste straatje van gewoon heel de wereld gewoon. Kijk dan. Dit is het straatje. Deze hele straat. Dat is echt raar. Kleiner dan mijn linkerknie. Je kan niet je armen uitstrekken. Nee. Wat is dat? Dat is wel echt stom. Oh, ik mag niet schelden voor family friend. Het zit wel lekker eigenlijk. Ik kan gewoon zo zitten. En daar wordt het nog smaller. Moet je je voorstellen. We nemen even een pontje naar het station. Je weet het meteen.